Welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is 10 uur 's avonds. Ik ben vandaag naar fitness geweest. Ik ben naar kantoor geweest. Na kantoor ben ik naar mijn ouders even geweest, een uurtje. Daar heb ik in de zon gelegen. Was echt wel fijn. Even relaxed met mama en papa gebabbeld. En dan ben ik gaan eten met Freya. Was ook super fijn, want ik had Freya echt al zeker een maand niet meer gezien. Maar ik denk zelfs bijna 2 maanden bijna. Dus het was even geleden, dus we moesten even catch-up doen. We zijn sushi gaan eten bij Ginkgo in Lanaken. Altijd keigoed. Mijn buik is goed vol. Echt zoveel gegeten gisteren al bij Giuliano, vandaag nu bij Ginkgo. Oh, echt te veel. Maar ja, dat mag ook wel eens, hè. En ik heb goed getraind, dus dat compenseert wel. Ik ga nu even nog met de katjes spelen. Ik weet trouwens niet waar dat Sam is. Ik denk dat Sam naar de fitness is. Ik weet het niet. Die stuurt niet, die antwoordt me niet. Maar ik ga met de katjes spelen en dan ga ik mij douchen. Douche check. En nu heb ik het speeltje van de katten. Ze hebben het nog niet gezien, denk ik. Alhoewel. Ze zijn wel als ze aan het kijken naar de stok. En dat is het speeltje wat van Beestig komt. Zijn jullie er klaar voor? Dat is leuk, hè? Milky ook? Oeh, dat is fijn. Dat is leuk, hè, zeg. We hebben gespeeld met de katjes. They love it. They love it so much. Die zijn echt obsessed met dat zwaaiding met die pluimen. Volgens mij denken die echt dat dat een echte... Oh! Volgens mij denken die echt dat dat een echte vogel is. En die wil dat zo opeten. En wat ik mij dus ook bedacht, volgens mij denkt Sheldon dat Milky soms ook een vogel is. Dat is echt de raarste theorie ooit, hè. Dat Milky een vogel is. Ja, maar nee, niet een vogel, maar... Ja, die, dat is eigenlijk ja, vogel ja, een vogel. Maar die ziet, die ziet Milky niet echt, maar die voelt dan die vacht en dan denkt hij pluimen, dat is een vogel. En ja, daarom, ja, maar waarom springt hij anders altijd op Milky zo? Omdat hij niet graag heeft. Dat hij bijt daarin en die doet die pijn. Dat is niet graag hebben, hè. Maar oké. Okay. Ja. We gaan slapen. Ja. Ik denk dat het geen lange vlag was, maar oké. Okay. So be it, hè. Maar wel een hele toffe, zeg. Maar wel heel tof, hè. Doe zeker thumbs up, hè. Ja, voor de vlag. En wij zien jullie morgen!